De ICT-associatie heeft vandaag de ICT-conferentie gehouden. Dat is de belangrijkste activiteit van de ICT-week. Het doel van de conferentie was om aan de hand van de Suriname ICT Vision 2020 concrete jaarplannen voor 2017 en 2018 uit te werken. De conferentie vond plaats in het Staatsoliegebouw op het ADEC-complex. Tijdens de ICT Summit Paramaribo 2015 heeft de organisatie haar ICT Vision 2020 gepresenteerd. De ICT-sector kan namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan de diversificatie van de Surinaamse economie. Het is belangrijk dat goed wordt nagedacht over de verschillende concrete actiepunten tijdens de conferentie, zegt Robert Han, voorzitter van de ICT-associatie. Dus infrastructuur, legislation en organizational design. En volgens mij in de andere volgorde. We beginnen bij organizational design straks. Omdat het resultaat waarschijnlijk van de discussie, van die drie discussies, zal leiden tot meer inzicht of meer input voor de discussie voor education en funding. Als we weten wat we nodig hebben op die drie, voor die drie thema's, dan weten we ook hoeveel professionals hebben we wanneer nodig. Ik heb dwars door de tekening heen de jaartallen neergezet, omdat we uiteindelijk voor alle thema's per jaar een jaarplan moeten opstellen. We gaan hier werken aan jaarplannen 2017-2018. Dus wat moet in place zijn in 2017 op deze drie, of eigenlijk voor deze vijf thema's. Het is al een keer genoemd, ik denk dat Nicole het noemde. Alles moet in place zijn in 2020 of misschien in 2025, maar het moet wel in balans zijn. Dat betekent dat we, het heeft geen zin om nu alle wet en regelgeving in place te hebben als wij niet de juiste infrastructuur hebben of als wij niet de juiste kennis hebben. Dus we moeten per jaar in balans eigenlijk gestructureerd groeien om uiteindelijk een sterke sector te worden. Dat was Robert Han, voorzitter van de ICT-associatie. Die hield vandaag in het kader van de ICT-week de ICT-conferentie. De jaarplannen van de associatie worden op vrijdag 21 oktober gepresenteerd aan het groter publiek.